My daad is walgelijk en het skryt in hemel. Op soeis rust die oudste en eerste vloek, op broedermoord. Ek kan nie bid nie, hoewel my drang so sterk is soos my wil. My groter skuld vernietig my groot begeerte. Ek hoor nou nog Louis van die Kerk, sy diep, prachtige stem, toe hy hierdie woorde gesê het as Claudius, in Frans Hospaarse productie van Hamlet. Marius was Hamlet, ek was Ophelia, Wilna Snyman was Gertrude en Louis was Claudius. Ek gaan vandag met Louis praat en ek dink ek beter nou vir my roer om daar uit te kom. So, Louis, hier kom ons. Ons was ook saam in Germanicus en tot vandag toe onthou ek sy onvergetelike vertolking van Piso. Germanicus, die grootste, heiligste, al wat nog groot was in ons helde ras. Jy weet nie hoe jy my verneder het, hoe jy nie groot wou wees, hoe jy gewoon was. Want my liefde het jou verbind aan alles wat enkel en zuiver was. Hallo. Jammer, ek is laat, maar my kar is gebreek, so ek moes moet kom. Ja, maar jou plek is mooi? Ek bly baie lekker. Sit. Ach, jy het een mooie tuin hier so, ne? Ja, gelukkig hoef ek daarvoor te zorg. Ja, dit is natuurlijk mooi is. Een hensel boer is, dat is jy self op te. Ja. Louis, jy was sommer nog baie klein geweest, een schoolseentjie. Stellenbosch. Ja, ja, Stellenbosch. Ja. En toe jy gespeel in Ek onthou van mama. Ja, sê. Maar dit is nog bietjie ironies, want jy kon seker nie veel van jou ma onthou nie. Nee, van my pa en ma niks nie. Right. Ek was 2 jaar oud toe my ma dood is en 3, 4, ek is nie seker nie toe my pa dood is, maar kort daarna. So, van my pa onthou ek net dat hy siek was in een bed, en ek weet nie, onthou die geschiedenis, dat later het iemand by my oor die radio gehoor, en dis toe my pa sy sister wat my stem herken. Ja. So al wat ek wel weet, is dat ek het blijkbaar sy stem, en ek het blijkbaar al sy slechte maniere ook, want my oma het aan mekaar my verbyt, my arme, arme kindjes, nes jou arme, arme pa. Toe my ouders nou dood is, toe is alle haar kinders net uit die huis uit. En in die eerste plek was hy ook een verskrikkelijke sterk nationalist, en die van die kerkers was allemaal sappa. My pa bijvoorbeeld was in die oorlog, is in die oorlog gewond, en complicaties van die wond het uiteindelijk sy dood veroorzaak, zover ek weet. En toe is daar so'n twist oor waar met hierdie twee kinderkies nou heen, waar die staat besluit, hulle sit ons in een weeshuis in die Parel, en daar was ons vir, ek sê altyd 4, 5 jaar, maar ek weet nie of het so lang was nie, maar vir 'n paar jaar. En uiteindelik het ouma toe die stryd gewen met die regering en ons is toe by haar groot geword. En ek dink nie die vrou het ooit van my gehou nie.
Mijn broer het is mijn ma gelijk. Hij heeft haar geaardheid gehad, zag, liefdevol. Ik was van het begin af een moeilijke zintje. Ik heb van het begin af gehouden om te keier. En s'nachts genoeg, ik denk, die weesheids was een groot oorzaak daarvan. Dat ik hou ervan om te keier. Ik was verschrikkelijk gelukkig in die weesheids. Ik heb maats gehad. Ik heb vrienden gehad en oorlopend volk. Ik denk, het was iets van 40 kinders. So ek was baie gelukkig daarin. Ek het eintlik nie gehou van die idee om, en ook, toe ek net skool toe gegaan, toe ek Stellenbosch toe gaan, toe moet ek weer voorbegin met skool. Ja. En dat het my net so ontstel. En ek het altyd gesê, ek is dikbek, en ek het die idee gehad. Stak een van die redes, so kom ek lees dat permanente baard, ek het nog steeds een obsessie oor my mond, wat iets mee verkeerd is, en dit kom ook van my oma af. So sou jy sê, jy was nie baie gelukkig by jou oma gewees nie? Ek kan nie dit sê nie. Ek, jy weet, wat is geluk vir een kind? Ek denk as een kind nie elke dag pak slaag kry nie, ek het net omtrent elke derde dag pak slaag kry, en ek kry kos en ek kry kleren en ek voel tamelijk veilig in die omgeving waar hy is. En my broer was daar, ek was verskrikkelijk lief vir my broer. En my oma, my ma'se sister, Tandana, was ook in die huis, en sy het baie liefde en aandag aan ons gegee. My oma was baie bezig, maar jy weet, het was een groot lusies, ek denk, sy het so 36 luseerders gehad, tafeleters, wat nie allemaal in die huis bly nie, maar sy was verskrikkelijk bezig met die lusies, en gesukkel om aan die gang te hou, haar eerste man, opa Jaapie, was baie sieklik, en hy het uitgeboer op hulle plaas, wat net tussen Stellenbosch en die strand was, so sy het die hele moeilike lewe achter die rug gehad. En so ons is toen nog net probleme vir haar bygekom. Hoe belangrik was Babs Luyker in jou lewe gewees? Sy was een keiergas by die huis, want Alida Gericke, nou moet ek recht kry, Aletta Gericke, sy niggie Alida, het by ons geloseer en sy was ook verbonde aan die ADK. So Babs het baie keer in die huis gekom. Nou, aanvankelijk het hy die rol vir my broer gegeen, want hy was mooier as ek. Is dit moeilik? Maar ek het toe sy die tweede dag instap, Alida, toe sê ek, ek ken die rol. En ek ken toe al die woorde. Maar sy wil toe nie vanmorgens in die gezicht vat, toe sê, oké, jylle sal alternatiewelik om die beurt speel in die aande, wat ons gedoen het vir 10 dae in Stellenbosch. En ek onthou nou nog Latijn. Die oom vraag vir my, ken jy vloekwoorde, Arne? Sê ek nie rechte vloekwoorde, en het spijtig vir hom so'n lys kon opnoem wat ek op die stadion reeds geken het. So, jy sê, jy was competerend van een jong ouderdom. Ja, ja, absoluut, absoluut. En woorde het altyd vir my makkelijk gekom. Nou ja, en daarna natuurlijk, toe het ek nou die oog gevang, ek was 12 jaar oud toe dit gebeur het, en daar was een onderwijzer, Jaco van de Merwe, waar die Afrikaanse onderwijzer was op Paul Roos. En hy het gereeld opvoerings gedoen en toe het ek elke jaar gespeel, 3-4 opvoerings een jaar. So jy is hom al van kleins af gespeel? Maar saaks genoeg, ek het toe ek hier in standaard 9 matriek kom en jy moet dan begin dink, wat wil jy een dag doen? Toe het ek nog gedink aan predikant? Nee, predikant was tweede keuze. Treinduiver was eerste keuze. Want op daar stadium het ek op die treine gestook. In skoolvakanties. En ek het altyd een ding gehad oor groot, sterk engines, wat later geleid het tot my obsessie oor groot trokke. Dit was een van die lekkerste dinge. Julle was allemaal altyd bang. Ek het altyd die kombi bestuur. Julle was altyd bang as ek een trok sien. O, kyk na die trok. Ek hou Marius op my skiet. Kyk waar jy rij roei. Ek onthou dit baie goed, ja. Lou, jy het altyd hierdie wonderlijke stem gehad. Jy het ook in kore gesing vroeër jare. Ja, toe ek in Pretoria gekom het, dit was altyd, ek denk het was altyd, ek het ook in die kore gesing op school, en het was altyd in, saam met mense soos Philip McClaglin, Gawie Silvier en al die mense het ek kore gesing, en dit was vir my heerlik. Ja. Ek het een solo rol gekry by Anton Hartman, voor Gert een gekry het. My hele rol was, daar die mandjie Dolly, gaan maar. Die wacht in Labouillet. En is moes ook juist by die kore wat jy jou vrou Letty ontmoet het.
Ik heb haar eerste keer zo van achteraf gezien. En die eerste ding wat mij beïndrukt het was haar haren, die roerige haren en die neus. Het is een vreselijke mooie neus van mij gehad. Diezelfde middag het ons begin vanzelfs. Ja. Zo voor 5 jaar gekeerd, tot ze een dag van mij zei, gaan we nu trouwen of gaan we nu niet trouwen? Nie? Dus ik wel, jij hebt gezegd, je wil op jouw verjaardag trouwen. So die volgende keer is het op een zaterdag en kan ons trouwen, tussen 3 maanden later. O, gats. Toen vang ze jou lekker met jou eigen story. Ja. En jullie hebben 2 seuns gehad? Gert en Driekus, ja. Nou Gert, jou 1 seun is ook in die bedrijf. Je weet, ik gebruik dikwijls die uitdrukking teenoor Gert, dus daar mijn arme, arme kind, jy is net so arme, arme pa. Want Gert verdraag ook in ons is nie, en hij is baie ongeduldig en met as goed verkeerd loop. Ons het bijvoorbeeld een samen op die raad vir die theaterbijstandsfonds en Gert het heeltemal controle oorgevat, zodat zelfs ek my bek hou. En dat hy my aangaan en goed doen is, want jong mense doen goed anders. Ja, ja. En dinge loop goed soos die jong mense doen, so ek meng nie in nie. En ja, hy is in die filmbedrijf, hoofsaaklik televisiebedrijf op die oomblik, maar ek dink hy sou baie graag meer theater wou doen, maar soos jy weet, as hy een keer in televisiebedrijf is, je amper tijd voor niks anders nie. Driekus is nog steeds, hij is politie toe, politie college toe om die Weermacht te ontduik en nooit uitgekomen. Hij raak uit politie toe en is nog steeds daar in Pongola op die oomlik. Ek is nou opa Groetjie, 2 agterkleinkinders, eerste dochterkie in ons familie van dekades. My waar. En dat is my, ek het daar nog niet gezien nie, ek wil juist nou even die daai opreik Pongola toe. Louis, ek wil hier ons met nou na theater toe gaan, want dit is toch waar ek en jy begin het. Die eerste keer toe ek teenoor jou gewerk gespeel het, was juist by Truk geweest in het theater. En daar, wat was die stuk se naam? Die laaste van die takhare. Ek het Mimi gespeel, jy het my gehaat. En jy was? Ek weet nie, opa. Dit is nou jou trok na jou. Dit is nou my trok na die geneek met die ander kar, ja. Daar is hy. Oeh, en nou is hy lekker warm, ne? Daar is hy. Ok, klim jy ook maar in, Louis, ek is bevrees, jy moet dan maar die hitte verduur. Oep! Is dit ok? Ja! Ek kan nie, nie. Oeh, hier is die ding oor wat jy kan oplig en terugstoot. Ek denk, dit is vir een kind. Lig om aan, stoot jy nie. Sê vir my, ek het eers gehoor dat jy baie gepreek het toe jy klein was. Dink jy dit het iets daarmee te doen dat jy later wou toneel speel? Verstom my altyd dat mense hierdie story ken. Soos ek vroeger vir jou gesê het, ek wou 'n predikant word. En ek wou ook 'n acteur word. En daar was 'n dominee opstel om daar soos dominee A.F. Lou en ek het groot bewondering vir iemand gehad. Toe het ek op Sondag, ek het een komode, weet wat is een komode? Ja, ek weet wat een komode is. Ja, dat was een komode in my slaapkamer. En ek het altyd kussings en die ring gepak en die Bijbel daarboe opgesit. En dan vir my arme broer en die huishelp Willem gepreek elke Sondag aan. Tot hulle allemaal gesê, dit is nou genoeg, sê nou amen. En toe is jy weg uit Stellenbosch na Pretoria toe? My ouma se een seun was personeel beambte by die Landwetter Generaalse kantore in Kaapstad. Ek het daar begin werk direct na school en toe word hy verplaas Pretoria toe en onmiddellik toe hy Pretoria toe gaan, toe sê ek, ek wil ook Pretoria toe gaan, want ek het geweet ek kan buiten my by Pretoria studeer wat ek nie in Stellenbosch kon doen nie. En ja, toe kryf my werk Pretoria en toe is ek Pretoria toe en toe raak ek onmiddellik betrokken in Pretoria by Volkstheater. Truida Lou en al die mense was daar, Babs Luyker ook later, Alida Gericke, dat was allemaal die mense wat regie gedoen het daar. En ek het onmiddellik ingestap en al die hoofrolle gespeel en die dek op geverf en die publisiteit gedoen en alles gedoen. En dit was my vir, ek dink so 4 jaar, baie goeie leerskool, want ek het alles omtrent
theater waar dat te doen is. Besef, je loopt niet op een verhoog en je audience is automatisch daar niet. Je moet het daar krijgen. Ja. En dat was voor mij een leerschool wat ik die waarde van nooit vergeet het nie. Louis na Volkstheater, toe dat, was dat druk. En ik denk vooral iemand zoals Egbert van der Hoeven het een groot rol gespeeld in jouw loopbaan. Ja, ik denk eindelijk omdat Egbert was die enigste wat ooit naar die Volkstheateropvoerings kon kijken. En hij en Tella was natuurlijk baie betrokken bij Volkstheater ook. Sy het samen met mij gespeeld een paar keer. Toe het hy my rol aangebied as, en dit was my naaste wat ek gekom het aan de Matinee Idol was Lieve Maans. en dat ek saam met al die ou senior spelers Lieve Maans oorleef het, toe ek besef, nou ja, daar kan jy bly voortbestaan as hy jou een rol so aanbied. Toe bel ek het my eendag en sê, daar is een stuk wat hulle moet doen van Narek, met Kobus Rousseau in die rol, en dit is net een three-handed, of ek sal belangstel. Ek gaan toe naar my baas toe en ek sê, ek wil weer eens verlof hê om te doen. Toe besluit het my, luister, jy moet nou besluit, toe sê het my, jy moet nou besluit, wil jy werk of wil jy speel? Toe sê ek, wel, ek weet nie, want ek is getrouwd, ek het twee kinders, ek kan nie sommer net my werk los nie, en ek ga gesels toe met die gehad, en hy sê het my, goed, as jy slaag met die rol in Natal, en ons is tevreden met jou, en sal ons jou permanente contract aanbied. En so het gebeur, toe ek terugkom van Natal af. Dus ik ben terug en daar heb ik gebleven voor wat 35 jaar. Ja, lang, baie langer is ik, ja. Jij was en is nog steeds een bloody mooi man. Ik ben raarig, jij was beeldskoon toen jij jong was. En toch zie je, jy het eindelijk maar niet veel met in die idols gespeeld, jy het eindelijk oumans gespeeld. Ja, ik vond een stel is als gevolg van die stem. Mm. Jy weet, die stem het het moeilijk gemaakt dat ik ouman. En s'nachts, ik weet niet, jy sal dat onthou, Robert Moore was hier. Eerste een wat vir my gesê het, luister, jy hoef nie nodig om as jy ouer man speel, ou man stem aan te sit, jou stem kan werk vir alles en allemaal. Hy het vir my gesê, jy gaan, as jy 80 jaar oud is, ga jy nog dieselfde stem hê. Ja, ja. En ek weet nie of het precies dieselfde is, ek denk dat is een bietjie dommer. Maar basis is het nog dieselfde stem, so was baie reg. Ek kon nooit verstaan, Frans wat vreselijk gesukkel, hou op, jy stem is hard genoeg, jy hoef nie te skree, jy moet nie so hard praat nie. En ons doen check-off met Robert en hy staan daar onder in die Breitenbach, ek onthou ek het so tegen die presidium geleen, en sê, Louis van die kerk, hou op bulk. En skielik is my hele probleem vir my opgelos. Ek het precies geweet wat ek verkeerd doen, met die een enkele woord. Die bulk. Die bulk. So dit was dit moenie bulk nie. Louis het wonderlijke hoofrolle al gespeel, ek meen oneindig baie. Tjekhoff, Shakespeare, ach, alles wat jy aan kan dink. Is daar een wat vir jou uitstaan? Jy weet, snaaks en mens, die Shakespeare is altyd die groot uitdaging. En die ontleding en soek na die karakter, maar mens het baie hulpmiddels. Jy het mense wat die rol voor jou gespeel het, jy kan lees wat hulle daaroor geskryf het en so aan. Maar die een rol wat vir my, ek dink die rol in my lewe was, was besluitnoot in André Brinks die verhoor. Ek het altyd gedink hy die rol speciaal van my geskryf, want dis die inslag in sy lewe dat Frans omtrent het my een nota gegeet nie. Ek het eindelijk maar net myself gespeel. Wat die man gegloed, sy is een hele strijd gezag, was my strijd en my oma's gezag, wat ek toe kon uitbring op die verhoog en gebruik. En sy hele aanslag en Wilma Stokkenstroom het my vrou gespeeld en het was vir my hele persoonlijke ervaring wat my lang bygeblei het. En Shakespeare, denk ek, en dan natuurlijk Germanicus, nee, was vir my ook een baie piso. Was vir my baie lekker, ook omdat het die opening van die Staatstheater was en die groot onthou jou hart het ons gewerkt uit. Verstikkelijk, ek wou nou net juist daarby uitkom, want ons het Germanicus gedoen, jy het Piso gespeel, jy het een prachtige Piso gespeel, en dan het ons ook 12de nacht gedoen. Ah, sal jy 12de nacht, so openingsavond ooit vergeet. Ja, ek onthou die openingsavond van 12de nacht. Frans was baie stout, want ons was van een stel om een week Germanicus te repeteer, en dan een week 12de nacht. Dis reg. Toe na ons geopen het, toe het ons wat 7 dagen gehad. Ek denk so, ja. Toe moet ons open met 12de nacht.
En dood eenvoudig, ek het nie my woorde geken nie. Onthou jy daai, was dit 'n beer se kop? Ja, dit was 'n beermat, so 'n beervel waarop ons moes lê met 'n kop. Jy het vir my hoeveel keer my woorde voorgesê en dit was my redding van die op die oomblik is aan. Ja, jy weet die enigste rede hoekom ek my woorde geken het en jy waarskynlik jou nou ook, is omdat ek, terwyl ek in die kleedkamer besig was om grimering te doen vir Germanicus en my juwele en goed aan te sit, het Fred Stein van Pretoria Universiteit daar gestaan met 'n teks en vir my woorde geleer, dat ek hulle soos 'n papegaai moes naaap. Ek sal dit nooit vergeet nie. Ek het nou nog my dagboek weer. Ja. In die 81ste dagboek. En is dit? Mense kan dit nie glo hoe dit die een ding op die ander gevolg het nie. Ja, en het ons was het 18 ure 'n dag gewerk. Ek persoonlik was so gelukkig en ek dink dat as ons almal se behoud, maar ook ons probleem. Ons was te gelukkig en omdat ons so gelukkig was in die werk, het ons te veel opgeëet van iemand soos Frans hoor. Met alle liefde gesê, dat hy kon jou beteken druk in die ding en wat nie goed was vir jou as speler nie. En as daar een rol is wat ek graag sou wou herhaal, is dit Koning Lear, maar nie nou meer nie. Ja, jy sou miskien nie weer al die woorde wou leer nie, maar jy sou dit nog steeds kon doen. En ek bedoel, kan jy dink as 'n mens nou die geleentheid kon kry om, soos julle nou met Simeo, 'n nuwer aanslag te doen van die Chekhovs. Ja. Is net so 'n wonderlike ervaring om te kyk na julle nuwe aanslag, Christian se nuwe aanslag. Ek het nie met alles saamgestem nie, maar ek is oudtyds. Ek is uit skool. Maar uit my vasgevang en my vasgehou. Dit was die teorie en dit was ek sê altyd ten minste slaap jy gehoor nie hier half van die stuk nie. Lou, jy het ook baie regie gedoen. My waarsie sê wil net jou een keer genoem 'n man for all seasons. Jy kan alles doen in die teater. Hoe was dit om regisseur te wees? Ek was altyd soos almal van ons ongelukkig oor die feit dat ons theater, ten spyte daarvan dat ons nie gehou het van die destydse regeringsbeleid oor ander kleuriges nie, was ek altyd ongelukkig daaroor toe ek Kanna moes doen in die 70s, dat ek wit spelers moet gebruik. En toe Adam Small, jy onthou die politieke drama wat daar rondom gegaan het, om hom net die aand in die Breitenbach theater te kry, want toe hy hoor hy te permit kom, toe hy ruimte kom. En, maar uiteindelik was hy toe daar en toe ons klaar is, toe sê hy vir my, ek is jammer Louis, maar ek ken nie hierdie mense in my stuk wat julle vanavond hier voorgestel het nie. En ek het precies geweet wat ek bedoel. Want die wereld is een ding, dis een ding om 'n aksent te doen, ja. Dis een ding om 'n bewegings te doen, maar dis om die hart vast te vang van, ja. van een breinman is nie so makkelijk nie. Dus ek kom ek gesikkel het met Othello. Ek dink Othello is vir my een ding wat ek bloot op Frans was een regie technisch gespeel het. En dat ek kon nooit die rou emosie van die man vastvang nie. Tot in hierdie theater, in die Markteater. Ek het John Carney gesien het en skielik het die hele karakter het vir my duidelik geword, hier in hierdie theater. Ja, en boonop het al jou swart grimering op my wit rok afgesmeer toe ek Desdemona was. Ah ja, so is toch. Jy daarom ook een aand het so 'n bietjie afgekrap met jou. En toe toegesmeer. Ja, dit is toegesmeer, hoe gats. Want daar jy openingshaard ook boop jou gaan sitte. Ja, op my rok gekniel. Jou rok wat so aftrek en toe ja. Begin die lyk jou onder my praat, maak my. So my net sê, maak toe. Maak toe, want toe is my boobs uitgepap, ja. Toe leek ek afkaal in jammer die boete. En toe baars ek uit van die lach natuurlijk, en dan gelukkig sit ek met my rug naar die gehoor toe, en as jy lach, lyk het ook as ek ja, jy ja. Ek onthou die productie baie, baie goed, baie dinge verkeerd. Dit gaan altijd goed verkeerd met die brand. Ja, die brand. Hele achterdoek het aan die brand geraak. Ja, met die brand, denk ek, was jy die enigste wat kop gehou het? Ek het die kop gehou, nee. Ek het so Chris van 'n berg roomkleurige gewaad aangehad. Al wat ek gedink het, hel, hierdie ding moet mooi lyk in hierdie vlamme. Ja, jy het vir die gehoor gesê, uit, toe jylle moet uit dis 'n brand, en toe klap hulle vir jou hande, het gedink is deel van die show. En wie het daar reg achter in die middel gesit op, omdat hy waar die paadjie deurgeloop het, ja, ja. En die breitie, oom breitie. Oom breitie die aand daar. En ek kon sien, ek kon het nie glo nie, en die ganse theater op die in vlamme. Paniek, ja, maar gelukkig het ons het daarom.
Wel gelukkig dat je die extra's was, ik kom soldaten. Ja, ja, ja. En jullie al die gordijnen afgerukt en het daarmee doodgesmoord. Ik vond dat baie goed. Ons het allemaal immers water probeer aandraan. Dus een van die acteurs nog, moet net nie warm water gebruik nie. So stupid. Maar luister nou, jy het nou gepraat van Kanna. Mens kan nie van Kanna praat en nie van Wilna praat nie. Ja, want het is daarom een baie jarenlange vriendskap en speelvernootskap. Ja, ja, ja. Nee, van my gelukkigste werk op die verhoog, ek het nie vreselijk baie tenora gespeel nie, maar van my gelukkigste werk, ek bedoel, ek was verlief op die vrou, van die eerste dag wat ek haar ontmoet het in Oom Wanja. En ons het dadelijk aan klank gevind met mekaar en baie makkelijk teenoor mekaar gespeel. En ons was as persone gemakkelijk met mekaar. En jy weet wel, na van die begin af die sterk en onkreukbare professionele houding gehad teenoor haar werk. En dit was vir my die eerste keer dat ek soveel ondersteuning kry van een medespeler. En toe ons Kanna doen die eerste keer, toe sy en Frans van nie op een baie goeie voet was nie, en sy het eindig gesê, en nee, ek dink nie, ek wil weer vir druk werk nie. En ek het net vir gesê, Wilna, ek kan het nie doen sonder jou nie, en dit was waar. En ons het toe gedoen, en het was een groot succes, lang tyd gespeel in Johannesburg en Pretoria, en toe kom ons in 1988 en ek gaan vra my om weer Kanna te doen. En toe het ek met groot bewerige broek vir hom gesê, maar ek gaan het nie weer doen met Blankes nie. Ja, toe die werk begin, toe moes ons uitry Eersterus toe en Boksburg toe om op Sondag en Saterdag met basis rou acteurs te werk. Maar gelukkig was daar tussen hulle baie talent voor, soos onthou vir Paul Jacobs, Wim Solomons, en wat is die man wat so kwaai is, Anthony Wilson. Anthony, ja. Hulle was allemaal daar en het was baie ondersteun het. Allemaal baie talent. Maar het Wilna met groot onwilligheid aanvaar. Ja. En dag het een van die bruin vrouwen vir Wilna gesê, vir een brein vrou doen jy daarom nie te sleg nie. Ach, vir een wit vrou doen jy daarom nie te sleg nie. En dan die openingsavond toe hulle allemaal achter in die staatstheater in een rij gaan staan en sy kom deur in haar rijstoel en hulle gaan allemaal net makiet, makiet, makiet. En toe weet ons, jy gaat ons. Ja, fantastisch, ja. Geen hun hoenderkwees as ek aan denk. Louis, mens kan nie oor jou loopbaan praat en nie Marius Weyers noem nie. Jy het onlangs een sonder en saam gedoen. En jou sien Gert het die regie daarvan gepaardig. Hoe was jou ondervinding? Marius is my boezemvriend. Dat is een boezemvriend, recht van die begin af. Ons is door dik en din, door baie goed, door moeilike tye, met François, met Eggert, Marius is amper soos Wilna. Onkreukbaar en onbuigbaar en ontoegeeflik omtrent baie dinge. En ek denk oor die jare het hy net al meer so geword. En ek het hom een bietjie moeilik gevind om hier saam te werk en nie aan die begin nie, maar ek het hom ongeduldig gevind en maar ek het altyd aanvaard as ek, want as daar een ding is oor Marius Weyers wat die mens moet sê, is daar as nie een acteur in hierdie land wat ooit so hard gewerk het soos Marius werk in die rol nie. Ek bedoel die aande na theater is ons vir hom sê, kom ons gaan drink een drankie. Nee, hy gaan werk. En so ons het bietjie gesukkel aan die begin in repetitie daar onder in Hermanus. En maar toe die speelvak aanbreek het ons ontspan en baie lekker ek en Marius is nou altyd rap en oud en ek hoop altyd ons kan een dag, so wat ek en Wilna ook wil doen. Wilna is nou nie meer so gezond, maar ek sal nou nog, ten spijte daarvan dat sy sukkel met die Alzheimer, sal ek nou nog op een verhoog van Christian Olwag het sy wil doen. Hy gaan net een lys vraag gee. En ons vraag vir mekaar die vraag. En ons antwoord mekaar. En het kan gaan nachtmerrie wees. Of wonderlik. Maar of wonderlik. Ja, ja, ja. En ek is bereid om dit te probeer. Jy lei my nou mooi na my volgende vraag toe.
Ek wil juist weer vragen. Ons het met so baie regisseurs oor jare gewerk. Nie allemaal van hulle even goed nie. Maar nou is daar een hele nieuwe generatie jong spelers, jong regisseurs. En vooral iemand soos Christian Olwagen, wat so'n briljante regisseur is. Jy het onlangs met hom gewerk in Son, Maan en Sterre. Hoe was die ondervinding vir jou? Ek het gesukkel. Ek het aan die begin gesukkel en ek moet sê, hy was baie tegemoetkomend en het die eerste dag vir my gesê, is daar enige notas wat ek nooit vir jou moet gee nie? Sê ek nee, jy kan vir my enige notas gee. En of ek het gaan aanvaar, sal jy dadelijk sien of nie. En ek het op, in een opsig een keer met hom verskil, en hy het net aangedring, ek dink jy kan het doen en jy moet het doen, asseblief. Het was baie beleefd, maar baie beslis. Maar die visie en die siening van, ek bedoel, ek die stuk lees, en dit het later een probleem by my geword, dat ek lees nie net meer een stuk as speler nie, ek lees hom as regisseur. En dan die mens vooropgestelde idees, en skielik kom hy in een dag, vee net alles idees. Die eerste keer toe ons deurlees, en ek denk al wat ek gesê het is, ja, goed, praat morgen. En ons het allemaal daar gesit op mekaar gekyk en ek dacht, dit is haastig. En toe selfs met die, en vir die eerste keer in my hele leven het ek ingeloop in die repetitie en ek het elke woord geken. Maar is omdat het twee bladsy speeches was en soos een mens ouder word, word jou selfvertrouwe wat dit betref minder, want dit word moeiliker om woorde te leer. Gunstig papier kan meer as 7 keer in die helft gevou word. Nee, ek is ernstig, probeer dit. Dit is ongelooflik. En ek besit die wonderlikste soort van liefde. Sy hou nie daarvan dat ek oor haar praat nie. Maar ons het by verkeerslichte gevry, ek ken die lyne op haar hand. Klein rolletjes, die sachte vet op haar maag, haar reek in die oggende, ware intimiteit. Toe selfs met my siening en my voordrag, wat natuurlijk in die eerste plek die rou emosie in die manse siege gaan soek het, en toe sê hy vir my, nee, die man is op die verdediging, hy gee nie oor nie, en ek kon het nie dadelijk verstaan nie, maar soos ons aangegaan het, het hy net elke keer vir my iets bygesit. Hy het my nooit op een dag aan mekaar gehamer nie. Hy het een wonderlijke, met Wilna, hy het op sy knieën voor haar gaan sit en versichtig uit haar uitgetrek. Wat kan hy gebruik? Wat is sy bereid om te gebruik van haar siekte in die rol? En sy het aan mekaar afgewyk na Jaapse siekte toe, haar manse siekte toe. En uiteindelik het hy een middelweg gevolg en gesê, oké, kom ons doen het tussen die twee. En maar hy wou nie die Parkinson's beweerasie en goed en die wat anders so aftrek as hy heel tyd op die vloog net een kant sit. Maar en op die oomend, ek denk nou nog, sy het, as we say, she stole this show with one line. Prachtig, ja. Baie mooi. En dit is so lekker dat ek was net altyd bewus van hierdie kwetsbaarheid hier langs my en dit het my baie gehelp met die rol. Want ek denk ook in die manse swakhede as karakter is daar toch een kwetsbaarheid wat ek denk op die oomend het en Christian een bykie hier en daar toegegee dat het deurkom. Buiten is die straat nou bezig, ek kon er nou wat doen. Die mooie meisie wat met Tom gepraat het en gebloos het waal buite rond. En verder op die staat is een bos rooi ballonne wat stijf aan linte vastgehou word door een klein dochterkie. Die hitte is te erg. Je weet, ek sê altyd, in elke karakter maak die saak wat jy speel nie. Moet daar iets wees waarvan jy gehoor hou. Anderwaar, they don't care. Sulle rarig niks van die karakter hou, nie dan? Dan is het makkelijk. Dus ook om Iago so'n wonderlijke rol is in die telling. Ja, ja, prachtig. O, is die wonderlijke rol. Dat hy hate him, but hy love him. Ja, ja. Want hy is so blij die slim en so manipuleren. Ek het vroeg
per jaar baie in Engels gespeel, maar deesdae as ek in Engels speel, dan voel ek my half vreemd omdat ek so min daarin speel. Hoe is jou ondervinding as jy in Engels speel? Ek vind ook, vir my om in Engels te speel, het ek 'n vreemde wat vir my vreemd aandoen, aanslag nodig. Wat 'n fout was, nou gelukkig was ek bevriend met Mervyn Joseph op daai call. En toe ons hier Daddy Song gedoen het. O ja. En, was het Daddy Song? Nee, eerste een was... Feel God. Ja, dat is ook een Feel God. Lesson from Alice? Nee? Die ander een, hè? Ruitemekka. Ruitemekka. Ons Ruitemekka hier gedoen het en ek die predikant, NG predikant, in Engels moet speel, het ek het baie moeilik gevind. En, maar wat wonderlik is om met Ethel te werk, is dat Ethel aanvaar wat jy het en gebruik wat jy het as acteur. Jy probeer natuurlijk daarby sit en sy eie interpretatie daar op afdruk, maar hy gebruik altyd jou sterkste eigenskappe om een rol te speel. En so het ek in die Engels, soos bijvoorbeeld Radish, het ek uitgesprek as Radish. Oké. En hy het ek gesê nie. En ek sit een dag en ek vraag van Mervyn, hou die tekst van my en leer die woorde en ek sê Radish, hy sê, is net Radish, het Radish. Oké, en dan kom er die aandachtmaker en hy gaat sê, nee. Ethel sê, nee, Radish. Waar is my Radish? Ek wil Radish sê. Ek hou van jou Radish. En so het Radish sê, en Radish het elke aand een laaf gekregen, dat was wonderful. Lekker. Louis, jou gevoel oor TV-werk, maar vooral oor seepies, denk jy het is goed vir acteer om in een seepie te speel? Ek denk het is baie gevaarlik om vir een lang tyd in een karakter in een seepie vastgevang te word. Op die oude eind associeer mense jou met die karakter meer as, ek bedoel wat Wilma, wat een karakter, een actrice was, wat haar loopbaan was achter haar toe sy Marel begin speel het. Maar as sy nou in haar man is, allemaal noem maar Marel. En dus die gevaar van een CP is dat, omdat allemaal het sien, niemand het ooit enige van jou hoogwerk gesien nie. Ek bedoel nou waar ek bly in die aftrek word waar ek nou bly, niemand ken my as enige iets wat ek op die verhoog gedoen het. Allemaal ken my net as ou die karakter in Getrouwd met Rugby. En, which is fine. En die mens doen dit na die beste van jou vermoe en jy probeer om, nee, probeer nie om nie bly die voel vir jou te maak. Jy doen dit as het nodig is. Ja. Maar ek denk, seppies vooral vir jong acteurs is baie gevaarlik. En ek weet, het gaan om die broede en vir die werk en die werkgeleentheid, wat nie altyd meer daar is nie. Maar ek hoop dat hulle allemaal sal waak daarteen om uit te breek nou en dan uit die vaste karakter van een seepie ja. Word op die eind en nie meer speel. Ek denk ook dit is gevaarlik. Ja. Maar een mens kan en moet en behoort ook in die seepie goeie werk te doen. En, maar dit is die ouding, die tydfaktor. Ja, tyd en die tekst. Tyd en die tekst, tyd en die tekst, ja. Maar ek dink is hoofsaaklik tyd. Ek weet hoe mense kan twak praat op voor die camera en dit nog oortuigend doen. En wat nou Louis, wat leef jou voorin toe? Ek weet nie, ek sê elke keer, ek het nou Sonman Sterre weer by Aardklop gespeel en het was vir my lekker en het was weer eens een ervare actrice langs my te soos Lida Botha. Was ook baie lekker, maar ek vind ek verloor my selfvertrouwe as verhoogacteur. Ek weet nie of het omdat het so moderne stuk is, en omdat ek bewus is van die absolute briljantheid van die jeugd hier aan my rechterkant nie, of dit die streng manier is waarop Christian sy regie doen nie, wat heeltemal onbuigsam is, daar is geen vrye daar in bord toegelaat nie. Ek weet nie, maar jy weet dan sekere goed wat gebeur as jy ouder word, wat jy geen beheer oor sê, ek is 4-5 keer een week in die gym, maar sekere goed soos balans en daai goed, jy is nie meer wat het was nie, en soos jy sal weet, ons is gehammer door
die lieve Frans was zwart in beweging. Ons het altijd geweet precies waar jou voet moest wees, wanneer en hoe om te draaien. En dit is goed waarover ek nou moet dink. En die eerste ding waar ek dink dan is balans. En as een regisseur dan vir jou sê, klim op die stoel en sit die camera voor jou oog en neem foto's. En dadelijk denk jy, sal ek my balans kan hou op die stoel en sulke goed maak een mens onzeker. En ek is nou volgende jaar in die CP getrouwd met rugby, wat my seker min tyd sal gee indien enige verhoog werk. Maar ons moet sien hoe dit gaan. Ek het baie redelike contract gekry en ek sien nogal uit daarna, maar soos ek sê, dalk is my bankbestuurder meer dankbaar as ek werkelijk. Nou goed, kom, ons probeer weer. Wieso, makkelijke dinge. Wat is die verste wat jou motorse domplichte voor jou mag skyn? Die motorse wat? Dimlights, Koekie, dimlights. Maar hoe sê jy nie so nie? 45 meter, 45 meter, sê jy dit nou onthou? Ja. Wat sê jy eerst te doen as jy in een ongeluk betrokken is? So vinnig as moontlike knertsie in die handen kry vir die sene wees. Jy wat die boek sê nie, maar ek moet met jou saamstem. Het is moeilik, Vestus. Ek sukkel om al hierdie goed te onthou. Goed, goed, goed. Kom ons probeer nog een. Wat is die algemene spoedbeperking in die dorp? 100. 60, Koekie, 60. So stadig. Focus! As jy met my gaan raas, gaan ek jy daar simpel toets doen nie. Mies het in elk geval meer as standaard 7 nodig om het alles te verstaan. Onthou ons doelwit. Ons gaan bel as een opere word. Anja Wai, Vava word gesideline. Niks in die wereld waar die moeite werd is, is makkelijk nie. Louis, ek gaan vir jou roos brand. Ek wil vir jou een roos brand. Ja, nou maar jy moet nou vir jou sê, watse roos, watse kleur roos wil jy hê? Definitief een bloedrooi roos. Bloedrooi, donkerrooi. Bloedrooi, donkerrooi. Absoluut. Hartsrooi. As ek het nie rarig geweet wat om te sê nie, toe vraag ek vir Marinus, hoe begin ek? Toe sê hy moet net nie sê, hallo, my naam is Gert en ek is alkoholist nie. Toe dog ek, okay, maar ek kan nog steeds die my naam is Gert deel gebruik. Toe dog ek, een lekker begin sal dalk wees, my naam is Gert en ek is een mens. En ek dink dis die belangrikste deel wat die mens in 2,5 tot 3 minute kan sê oor Louis, my pa, is dat hy een mens is. Ek dink die groot deel wat die meeste mense oor Louis sal sê, is sy kontak met mense. Dink jy, daar is enig iemand in die wereld wat al ooit met hom te doen gehad het, wat hom vergeet nie. En die wonderlijke ding is, die draaie wat sy pad geloop het, elke keer dan dacht ek, okay, nou gaan hy op een nieuwe pad, so hy gaan seker al die ou mense saamvat, en dan sien ek om een paar weke later, nee, dan is hy hele huis vol nieuwe mense, wat allemaal net so mal oor hom is, en allemaal net so nabij aan hom is, en so word hy groep mense, om hom net al hoe groter en groter en groter. So, ek wil sê dankie, vir dat pa my geleer het om een mens te wees, en ek wil namens al die ander mense sê, baie dankie, dat pa die mens in al die ander mense se lewens is. Gisteraand het iemand vir my gesê, ek is die snaakste man wat sy nog ooit ontmoet het. En ander mense, normale mense, sal dit aanvaar as een bietjie van een belediging. Vir my was dit een groot compliment. Dankie, Jackie. So, ek wil graag hê dat iemand aan my denk, en as ek hier my hand indruk, dan wil ek dit doen as mens, en as mens wat omgeef van ander mense. En die weet, Henry sal my saamstem daar, Gert, allemaal wat in die theater is en was, dat as jy binnen in jou glo wat jy doen, en of jy een rol speel of nie, solang dit eerlijk oorkom en jy moet glo wat jy doen, Frans van Swart, vandag 22 jaar gelede oorlede,
François Swart, believe what you're doing and the audience will believe you. En dat is zoals ik hoop, met al mijn zwakheden en mijn gebreken en mijn tekortkomen, onthou liever dat alles wat ik gedoen heb ik gedoen in eerlijkheid en net om nooit een vals beeld voor andere mensen voor te houden.